Goedemorgen allemaal. Mag ik u uitnodigen om, als u dat kunt, met ons te gaan staan? En dan gaan we met elkaar zingen. Kom volk van de vreesheer. Elkaar beleiden vanmorgen. God is goed. God is liefde. En God is hier door zijn Heilige Geest in ons midden. Ik wens u allemaal een hele bijzondere en een gezegende dienst toe. En dat mag u ook elkaar toe wensen. Gaan
in een openingsgebed. Vader in de hemel, we willen u zo van harte danken dat we hier zijn vanmorgen. Dat we in uw aanwezigheid mogen zijn als volk van die verrezen Heer. Want u zegt in uw woord, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Vader, dank u wel dat we dat geloof met elkaar vanmorgen belijden mogen. Dat we mogen bidden, dat we mogen zingen, dat we mogen luisteren. En we bidden dat het allemaal mag zijn deze morgen tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wees met ons, Heer. Open onze harten, open onze oren, dat we zullen verstaan wat u tot de gemeente wil zeggen. Zegen ook onze kinderen, zegen onze jongeren. Heer, wilt u het zaad van het geloof planten in hun harten en dat het daar ook mag opgroeien, Heer. Vader, zo leggen we deze dienst in uw handen, in de wonderbare naam van Jezus. Amen. We gaan een aantal liederen zingen om God te prijzen. Het oude bekende liederen. Als u wilt mag u erbij gaan staan. En we beginnen met heilig, heilig, heilig. Heere God Almachtig. Yeah.
mag de collecte bij u aankondigen. Die bestemd is voor het werk van God in onze gemeente. De mandjes staan aan de rechterkant van de vakken. Geef dus door de rij heen. Dan worden ze aan die kant opgehaald. Heeft u geen contant geld bij u, dan kunt u ook geven via de QR-code die op de nieuwsbrief staat. En kijkt u mee via het internet, dan kunt u ook gebruik maken van iDeal. En daarmee ook ons werk ondersteunen in deze gemeente. Nou, begin maar. Goedemorgen. Zo, dat is beter. Oh. Ik moet er ook weer even aan wennen. Hè? Dan, het is tijd geleden dat we zo'n kindermoment hebben gehad. Dat we weer het gewone kinderwerk hebben gehad. Want wat hadden we toch heerlijk lang vakantie. En deze week zijn we allemaal weer begonnen met school. Zijn jullie natuurlijk allemaal weer begonnen met school. En vandaag gaan we ook weer beginnen met het gewone Wonderland. Natuurlijk niet heel gewoon, want het is natuurlijk onwijs bijzonder en superleuk. Maar er gaat weer een nieuw thema beginnen vandaag. En dat heet Vertrouw maar op God. En ik was van de week aan het voorbereiden. En ondertussen vond ik thuis ook nog wel wat spulletjes van de vakantie. Ik was niet zo netjes met opruimen de vakantie, dus ja, dan kom je daar toch nog wel wat tegen. En toen ik dat touw tegenkwam, toen moest ik denken aan wat wij in de vakantie gedaan hebben. Wij zijn namelijk hier een dagje naar een klimbos geweest. Misschien heb je dat ook wel eens gedaan. Zo'n tuigje om, touw vast. Hoog in de boom. Heel hoog in de boom. En ik heb best wel een beetje hoogtevrees. Dus als ik daar dan op zo'n plankje stond. En haakje zat vast. En zo'n ander ding, ik weet niet hoe het heet. Maar dat je zo heel hard naar beneden kan glijden. Het zat vast. Maar ja, ik dacht, het is echt wel heel erg hoog. En als ik me nu in één keer zo los moet laten en moest mijn benen naar voren gooien, ja, dan moest ik er maar op vertrouwen op dat touwtje wat zo aan mij vast zat en aan dat touwtje daarboven. Ik dacht, nou, het moet maar goed gaan, want anders ga ik wel heel hard naar beneden vallen. En ik keek nog eens een beetje omhoog. Ik dacht, ja, dat touwtje zit echt wel goed. Kan niks mee gebeuren. En ik had Stijn al naar beneden zien roetsen en Jasmijn was al naar beneden gegaan. Dus ik dacht, dat moet ik toch ook kunnen. Dat touwtje bij hun zat ook goed. Dus ik nog een keer naar boven kijk, gaat echt goed. Ik denk, ja, moet maar doen. Dus hup, zitten, benen omhoog, benen naar voren. En daar ging ik hoor. Geen probleem. En ondertussen dacht ik, oh, touwtje vasthouden, touwtje vasthouden. Zit er echt, dat touwtje vasthouden. Nou, dan knal je zo heel hard tegen zo'n paal aan het eind. Maar goed, ik had gehaald. Dat scheelt dan weer. Maar ik dacht, wat een spanning. En heel de parcours af, elke keer maar kijken, zit mijn touwtje er nog? Ja, het touwtje zit er echt nog wel. Nou, en wat ik al zei, we gaan het vandaag hebben over vertrouw maar op God. Nou, hebben we eigenlijk ook een touwtje met God. Alleen ja, dit is wel een heel fel gekleurd touwtje. Dat touwtje met God kunnen we helemaal niet zien. Maar we weten wel dat we altijd, als we iets spannend vinden of iets heel leuk vinden of ergens misschien wel tegenop zien, dat we altijd met God kunnen praten. Dat we altijd even naar boven kunnen kijken en denken, oh God, gaat het echt wel goed als ik dit doe? Nieuwe start naar school, ik vind het echt spannend. Kunnen we even naar boven kijken? En dan weten we, ja, dat touwtje met God, dat zit echt wel goed. Ook al zien we het niet echt, dat touwtje, we mogen er ons aan vasthouden. En dan zou ik zeggen, hup, benen naar voren en gewoon maar gaan. Komt het helemaal goed. Daar gaan we het zo meteen over hebben boven. Het zal een beetje anders gaan, want we hebben ook weer een beetje een nieuwe groep, heb je misschien al wel gemerkt bij de inschrijftafel. Maar vertrouw er maar op dat het vanochtend ook een superleuke ochtend wordt. Tot zo. Zeg dat.
een wolk. En dan gaan we naar de hemel. Met z'n allen als Gods volk. Ik heb voor u vanmorgen een aantal mededelingen. En we beginnen met een verdrietige mededeling. Op 4 september jongsleden is Marijke Helbers overleden. Zij is 55 jaar geworden. U bent uitgenodigd voor de afscheidsdienst. Die is aanstaande woensdag 11 september om 1 uur hier in onze kerk. En aansluitend is er gelegenheid voor condoleances. We gedenken deze familie in onze gebeden. Op donderdag 12 september is er in onze kerk een theatercollege 's avonds van theaterdominee David Heek. Wilt u hier meer informatie over of wilt u kaarten bestellen voor deze avond, dan kunt u terecht op www.theaterdominee.nl. Op zondag 15 september, volgende week zondag, dan vieren wij onze jaarlijkse gemeentedag. In de updates, in de nieuwsbrief, kunt u daar alle informatie over vinden. En we zien met elkaar uit naar een hele feestelijke dag. En tot slot van de mededelingen zal er een filmpje geprojecteerd worden over de start van de Alpha-cursus. Ik kwam al een jonge leven in de kerk. En op een gegeven moment ging ik me afvragen, waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom soms zelfs 2 keer per zondag? Wie is God? Wie is Jezus? Wat heb ik eraan? Wat kan ik er nog uithalen? Wat brengt het mij? Ja, ik had eigenlijk ineens zoveel vragen dat ik dacht, nou, misschien is het al een kusje voor mij. De afkussen heeft me wel heel veel gebracht. Van tevoren dacht ik, het zal wel veel teksten zijn. En misschien moet ik veel van de Bijbel weten. En juist omdat ik al heel mijn leven geloof. Of ik nou, dan val ik misschien een beetje door de mand. Maar afkussen is gewoon voor iedereen. Voor mensen die helemaal niks weten, mensen die al wel iets weten. Ik vind dat je de afkussen zeker moet gaan doen als je je maar een beetje afvraagt of er meer is. Alleen maar om te ontdekken wat het inhoudt, wat het betekent. Ook als je gewoon wat vanaf zou willen weten, omdat misschien mensen om je heen christelijk zijn, dan zou ik hem aanraden. En ook als je gewoon gelooft, zoals ik geloofde al, ik heb het nu zoveel meer verdiept, dus ook dat gun ik iedereen. Dus eigenlijk is het voor iedereen, dus kom gewoon. Ik dacht dat wij elke zondag een theaterdominee hadden. Familie van Marijke Helbers, welkom in onze dienst.
Misschien kent u Marijke niet, maar zij is door een ongeluk uit het leven weggerukt. Dus dan is de klap helemaal ernstig. Dus we bidden voor jullie. Mag Gods liefde met jullie zijn. Mogen jullie veel aan elkaar hebben. En we zien ook uit naar woensdag, hoe gek dat klinkt. Hoe lang lees ik nou de Bijbel? Ik ben de tel kwijt. Ik heb een heel goed geheugen voor teksten. Ik ken hele secties, hele gedeeltes uit mijn hoofd. En op een gegeven moment denk je, als je hem opent, lees je dan nog wat nieuws. Nou, ik lees nooit echt, niet echt iets nieuws. Maar wat me wel blijft verbazen, dit had ik ook weer op vakantie, ergens nog een laat vakantiepreekje, is dat een tekst die je heel goed kent, in dit geval een tekst die ik heel hoog heb staan, die voor mij ontzettend belangrijk is, een basis is van hele theologie. Ik denk ook van onze Wesleyaanse erfenis. Dat zo'n tekst er opeens opnieuw weer uitknalt. Heeft u het ook wel eens? Knalt er gewoon weer uit, terwijl je niks nieuws leest, alleen op een of andere manier komt het in een diepere laag terug. Dat is ook met de tekst die ik met u wil delen. Hij bevindt zich in 2 Korinthe 5, vers 14 tot 20. De apostel Paulus. Want de liefde van Christus dringt ons. Ik ben niks verplicht. Ik moet niks. Ik ben van alles vrij. Ik hoef niks, zegt hij ook elders. Ik ben vrij. Maar de liefde dringt mij. Daar heb je niks tegen te zeggen. Je zegt, waarom doe je dat? Vanwege liefde. Nou, daar kan niemand op stuk lopen. Dat is vrijheid. De liefde van Christus dringt ons daar wij tot het inzicht. Dat is een belangrijk woord, hè? We hebben iets ingezien. We hebben een aha-erlevenis gehad. We hebben een bewustzijnsmoment gehad. Wat moet je anders zeggen? We hebben iets gezien wat er altijd was, maar nu landen het. Onze ogen zijn geopend. De Bijbel zegt ook, we zijn ontwaakt. We sliepen daarvoor. En Paulus was daarvoor ook een serieus religieus mens. Nou, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. Ik dacht het nog niet. Toch? Of ben ik een zombie? Ja, wat een uitspraak. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven. Opdat zij die leven, oh toch wel, niet meer voor zichzelf zouden leven. Niet omdat dat niet zou mogen. Je mag alles, alles is mij geoorloofd, zegt dezelfde apostel. Niet alles is nuttig. Opdat zij die nu leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. En als je aan ze vraagt, waarom ga je naar de kerk, waarom doe je dat, waarom bid je, waarom ben je christen, waarom doe je die moeite, dan zeggen ze, uit absoluut vrije wil, omdat ik niet anders kan. Oh, dus het moet niet, je moet niks. Krijg je geen straf als je niet meer naar de kerk gaat, helemaal niet. Nou. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Sinds we die ontdekking hebben gedaan, kijken we totaal anders naar elke mens die we tegenkomen. Op straat, in de supermarkt, bij de Lidl, in de kerk, overal en naar mezelf in de spiegel. Indien wij al Christus naar het vlees gekend zouden hebben, daar hoorde Paulus dan niet bij, want hij heeft hem nooit naar het vlees gekend. Thans niet meer. De vleeselijke, lichamelijke Jezus van Nazareth was voor de vroege kerk niet meer van belang. Het bewijs daarvoor is dat we niets van hem bewaard hebben, wat mensen wel geneigd zijn te doen. Van Elvis hebben we zijn hele huis nog in Grace House. Van de apostel hebben we nog vingertjes en haartjes en alles. Van Jezus is niets bewaard gebleven, want voor de eerste christenen was de historische Jezus van Nazareth niet meer van belang. Het ging om de Christus in ons, de hoop op heerlijkheid. Zo is dan, let op de toon, ik hoop dat u hem al oppikt, mijn verbijstering. Zo is dan wie in Christus is, is een nieuwe schepping. We moeten meer een nieuwe schepping worden, zegt de religie. De religie zegt vanaf de kansel, je zou meer een nieuwe schepping moeten zijn. Je zou meer als Jezus moeten worden, denk aan ons motto. Dat zou je meer moeten doen, allemaal religieuze termen, religieuze taal. De Bijbel kent die taal niet. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe
is gekomen. En dit alles is uit God die door Christus ons met zichzelf verzoend heeft, voltooid verleden tijd, en ons de bediening van die verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, en nou komt het, en nou probeer ik vanuit het Grieks even te vertalen, dat gaat niet. Tot de dag van vandaag hanteert de Griekse taal grammaticale vormen die een ellende zijn als je gymnasium doet, maar prachtig zijn als je iets wil weergeven, maar wij kennen het in het Nederlands niet, dus we kunnen dit niet vertalen. Ik doe mijn best, hier komt het dan. Maar het is wel belangrijk. De bediening van verzoening, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen worden was. En dan lees ik in mijn grammatica boek Grieks, dat er een daad is gepleegd toen die voor de eeuwigheid geldt. Maar hij is volkomen voltooid. Er valt niets meer aan toe te voegen. En er kan, ondanks het feit dat de Satan dat zo zou graag willen, niets meer van af te halen. Het enige wat je ermee kunt doen, is het ontkennen. Maar als feit staat het in de kosmos. Nou, dan vergeet ik nog te vertalen dat Christus niet gestorven is voor een klein kliekje uitverkoren mensen. Ook niet voor de kerk, ook niet voor de Joden, maar voor de kosmos staat er. Kijk ik 's avonds omhoog naar de sterren en daar staat een kruis. Voor heel de kosmos. Wezens op de aarde, zegt Filippenzen, wezens boven de aarde en wezens onder de aarde. Gewoon de hele kosmos. Vandaar dat de aarde voor het heelal en de bewoners van het heelal zo belangrijk is. En wij ook zo vaak door hen bezocht worden. De aarde is het middelpunt van de kosmos, want er is hier iets gebeurd wat voor de kosmos geldt. Daarom is de aarde zo belangrijk. God heeft in Christus de kosmos met zichzelf aan het verzoenen worden zijn door hun overtredingen niet toe te rekenen, dat hij ons het woord van die verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u toch met God verzoenen, want aan hem ligt het niet meer. Dat is onze boodschap naar heel de kosmos. Laat je toch met God verzoenen en leef alsof je met God verzoend bent. Want wat God betreft is alles oké. Oh ja? Waarom hebben we dan nog religies? Want religies, hoe gek het klinkt, zeggen, het is niet oké. We moeten er heel veel voor doen. Misschien dat God dan van je gaat houden als je er veel voor doet. Misschien als je nou een lange stille tijd houdt 's morgens en als je die je tiende geeft en als je achter Israël gaat staan en als je heel veel goede daden doet en als je aan de geboden houdt en als je naar de kerk van de Nazarener gaat en als je een zondag niet overslaat, als je nou al die dingen doet, misschien dat God dan zegt het is oké. Dat zegt de religie. Het evangelie zegt het niet. Ik was met deze preek bezig, heer, als ik dit goed preek zondag, moet ik me niet verbazen dat de zondag erop weer een hoop mensen niet meer naar de kerk komen. Paulus zegt toch ook, zullen we dan maar blijven zondag opdat de genade toeneemt, zoals dat kan gebeuren. Dan heb je het wel begrepen, ik zou het niet doen hoor. Maar je hebt wel iets begrepen. Laat u met God verzoenen. Zullen we bidden. Vader, mag dan uw woord nu vloeien uit uw hart en mijn hart. Uit mijn geopende mond, tot geopende oren en harten van alle aanwezigen en toehoorders, hier en elders, onder de zalving van uw Heilige Geest, ongehinderd uit genade in Christus Jezus. Dank u wel. Amen. Thema, kosmisch wonder. Had ik ook nog een ander fotootje van het internet, van een Japanse soldaat. Kijk, die soldaat heet Onoda. Nou, dit is zo'n raar verhaal. Want Onoda was een soldaat in het Japanse leger in de Tweede Wereldoorlog tegen Amerika. En hij zat in de jungle op een Filipijns eiland, daar moest hij iets bewaken. En zijn commandant had gezegd, in geen geval, wat er ook gebeurt, geef je je over aan de Amerikanen. Nou, dat heeft Onoda dus ook gedaan. Niet alleen tijdens de Wereldoorlog, maar ook nog 29 jaar daarna. Dus 29 jaar na de oorlog, terwijl het al 29 jaar vrede is met de Amerikanen, ontdekt iemand, die Japanse soldaat, in de jungle. Nou, destijds waren de Amerikanen op het eiland en toen zijn de Amerikanen gekomen, ja, natuurlijk. En die zeggen, man, de oorlog is al 29 jaar voorbij. En Onoda, ja, amohula, haha, lekkere truc, als ik eruit kom, schiet je me dood.
Nee, zeggen die Amerikanen. Ze hebben hemel en aarde moeten bewegen om Onoda te overtuigen. Bewijzen overal van dat het al 29 jaar lang geen oorlog meer was. En dat de Amerikanen de vijand niet waren van Japan. Integendeel, ze waren Japan aan het wederopbouwen. Mensen, nog aan toe. Wat iemand ook in zijn kop stopt, krijg je er niet uit. Ook al is het leugen van hier tot aan China. Wat een mens denkt, dat is zo. Ook al predik je tot je erbij neervalt. Dus het is vrede, er is helemaal geen vijandschap in. Integendeel, er is samenwerking tussen Japan en tussen de Amerikanen. Er is geen oorlog meer, geen kogels meer, geen narigheid meer. Maar jij zit nog steeds in de jungle in de verdedigingsmodus. Met je wapens gereed, 30 jaar lang bijna zit je daar. Terwijl het vrede is, omdat jij het niet gelooft. Want er zijn twee dingen die Onoda's overkomen. Eerst heeft niemand hem gezegd dat het geen oorlog meer is. En toen geloofde jullie niet dat het geen oorlog meer was. Gaat het dagen? Bij u? Gaat het dagen bij u op het internet? Ik heb wel meer van die verhalen. Goede vriendin van ons, met wie we heel goed contact hebben, krijgt een vreselijke diagnose bij de dokter. Ze heeft een niet zo veel voorkomende kankervorm die weliswaar langzaam verloopt. Leuke, optimistische meid. Goed in het leven. Vanaf mensen die mededeling krijgt, zien wij de kanker op de gezicht. Ja, het gaat steeds slechter met de. Niet alleen uiterlijk wordt ze, ziet ze er steeds slechter uit. Ze had zo'n fijn karakter, ze wordt negatief. Er blijft niks van erover. Maar ja, als je kanker hebt, dan mag je dat hebben. 2 jaar lang. Tot ze voor een heronderzoek bij een andere dokter komt. En die dokter zegt, heeft u toen die brief niet gehad? Ze zegt, wat voor brief? Ja, de dokter heeft een fout gemaakt, het is geen kanker. Na 2 jaar. Nou, nu is er een hele rel aan de gang natuurlijk. Maar wij weten dat zij geen leugen spreekt. Ze heeft nooit een brief gehad. En die dokter beweert van wel, ja, logisch. Maar het maakt er eigenlijk niet zoveel meer uit. Je herkent haar niet meer. De dag na die mededeling is ze weer helemaal terug. Uiterlijk, alles, helemaal terug. Dolgelukkig. Geniet weer van het leven. Is weer vriendelijk naar iedereen, wat ze daarvoor niet was. Alle mensen zijn weer leuk. Het leven is weer mooi. Ja. Boze buurman is lief. Alles is weer gekleurd door het goede. Alleen maar door een mededeling, die ze natuurlijk wel gelooft. En de ziekte was er niet, maar ja, als jij gelooft dat je een vijand in je lichaam hebt, snap je? Dan moet iemand je vertellen dat het niet zo is. Ander voorbeeld. Dat mooie lieve Griekse hondje wat we hebben, Agapi, lief beest, heeft 1 manco. Zij ziet alle andere honden op de wereld als haar vijand. En hoe het mogelijk is, weet ik niet, denk een engel voor haar. Ze treffen alleen maar goede honden. Dus terwijl zij agressief begint naar elk hond, ook al zijn ze 10 keer zo groot, is ze tot nu toe nog nooit een hond tegengekomen die daarop reageert. Allemaal blijven ze lief, willen ze met haar spelen. En de enige hond met wie het goed gaat, waar is Jorina en Arjen, is die van jullie. Omdat ze die zo vaak heeft gezien, dat is ook wel een bijzondere hond hoor, Joris. Hè? Nou, Joris mag dan in de buurt komen, omdat die van Arjen en Jorina is. Die 2 van Kees, zodat er 2 of 3 bij jou, ben ik de tel kwijt hoeveel honden jij inmiddels hebt. 3. Die mogen ook wel in de buurt komen, dat is ook wel redelijk. Maar voor de rest, alle andere honden in de hele wereld zijn in principe vijanden. Maar ze ontmoeten alleen maar lieve honden. Ik zeg, Agapi, haal dat toch uit je koppie. Het is niet waar. Nou, de baas is alles, zegt Kobi, maar hierin gelooft ze me gewoon niet. En je kan mij beter wel geloven. Want ik spreek de waarheid. En ik word daarvoor betaald. En ik ben daarvoor geroepen om u de waarheid te vertellen. God is uw vijand niet. God heeft van u niks nodig. Geen gebod. Geen 10e. Geef ze maar wel hoor. Maar denk niet als je ze niet geeft dat God je niet leuk vindt. Geen gehoorzaamheid. Wees het maar wel hoor. Ja? God heeft niks nodig. God kan met gebod gediend worden. God heeft geen religie nodig. Dominee, is het christendom de ware religie? Ware religie is een vierkante cirkel. Er bestaat geen ware religie. Alle religie is fout. Maar religieuze mensen zijn vaak heel oprecht in die religies. God is uw vijand niet. Want er zijn zo ontzettend veel mensen, lieve mensen. En dat zijn ook lieve mensen. Die leven alsof het oorlog is met God. Sommigen hebben het niet door.
Ze leven als... Het is al lang vrede. Het staat in die tekst. 2000 jaar geleden heeft God in Jezus Christus een andere relatie met de kosmos tot stand gebracht. Een relatie van absolute eenheid en vriendschap. God heeft toen alles vergeven. Niet alleen de zonden die begaan zijn, die begaan werden, maar ook die nog begaan zouden worden. Alles is daar opgelost. Alles is weggemaaid. Er is geen enkele muur meer. Je kent al die teksten. Er is geen scheiding meer. De vijandschap is gekruisigd. God staat achter de mensen. Met kerst is zijn naam Immanuel. Ik sta achter je. Ik ben met je. Ik help je als het mag. Dat is God. Het is heel raar, maar ik zei het al, voor een groot deel zijn het de religieuze mensen, de godsdienstige mensen, die, hoe vreemd het ook is, dit niet geloven. Zij geloven dat er een God is, maar zij geloven dat die God gediend en gehoorzaam moet worden. Dat moet ook, door middel van het onderhouden van zijn geboden, rituelen, erediensten. Dat sommige van die dingen onzinnig lijken in de ogen van ongelovigen, maakt niet uit. Allah heeft geboden, God heeft geboden. Ja, wie het ook is. Je moet het gewoon doen. Nou, en waarom moet je het doen? Ja, anders staat God niet achter je. Tot de dag van vandaag worden er evangelische boekjes verkocht. Die zeggen, als jij niet dit doet, als je niet dat doet, dan krijg je een vloek over je. Dan krijg je geen zegen, mensen bang. En Paulus zegt, nou ben je met het evangelie begonnen, eindig je weer met die oude wet. Nee. Dus mensen die diep religieus zijn, hebben een godsbeeld, en het blijkt soms ook op zwakke momenten, alsof God een vijand is die ik aan mijn kant moet zien te krijgen. Ik moet allerlei dingen doen om de goden te behagen, en dan hoop ik maar dat als ik dan al die dingen doe, dat de goden dan achter mij gaan staan. Dat betekent dat je de goden in principe ziet als vijanden. Dat je verzoend moet worden op een grote verzoendag. Dat dat nog steeds nodig zou zijn. Want het zit niet goed tussen God en mij. Wat God betreft wel. Nou, dan heb je ook de ongelovigen. Dat is ook heel gek. En als u daarbij hoort op het internet, sorry hoor, ik heb groot respect voor u. Ik kan veel van u leren. Ik ga graag met u om. Sommige ongelovigen zijn zulke leuke mensen. Ja, echt. Ongelovige wetenschappers. Ik heb pas weer een boek gelezen. Dan ben ik weer een naam. Ja, van Vrij. Een Engelse wiskundige. Een vrouw. Een vrouw. Die heeft me toch een boek geschreven over algoritmes. Nou, ik heb zitten huiveren. Niet alleen schrijft ze fantastisch. Maar zo'n brein. Dan heb ik ook die dikke pil gelezen van die hele mooie Nederlandse professor. Beatrice van de Graaf. Die geschiedkundige, die was op tv komt. Hele mooie vrouw. Die heeft een dikke pil geschreven over ontdekking die ze heeft gedaan in de oorlog van Napoleon. Ik heb het verslonden, maar ik zeg tegen Kobi dat een vrouw zo'n brein kan hebben. Ik bedoel dat het zo knap geschreven, zo mooi. Nou, gelooft zij wel en Vrij gelooft niet. Maar het maakt niet uit. God staat achter hun beiden. En achter hun onderzoek. Achter hun wetenschap. Want God staat achter de mensen die onderzoeken hoe we geneesmiddelen kunnen krijgen, hoe we straks naar de sterren kunnen gaan, hoe we het leven kunnen verbeteren. God is niet tegen die dingen, maar de ongelovigen, heel gek, hebben net zo'n vijandsbeeld van God als de gelovigen. Want de ongelovigen zegt, nou, met die God, ik weet het nog van vroeger op de zondagsschool. Ik zat ook in zo'n kerk en dan kwamen we met kinderwerk. Mens, die God wil ik niks mee te maken hebben hoor. Vreselijk, vreselijk. Die God is er om je leven zuur te maken. Die is er om allerlei dingen te verbieden. Van die God mag je niks. Je mag niet van het leven genieten. Je moet andere mensen lief hebben, maar jezelf moet je verafschuwen. Je moet jezelf vernederen. Er is niks aan met die God. Er is geen bal aan. Bovendien mag je van die God je verstand niet gebruiken. Je moet in sprookjes geloven die je niet geloven kunt. Je moet in een zesdaagse schepping geloven. Evolutie is van de duivel. En een heleboel andere dingen die tegen je verstand ingaan. Nou, ik hoef niet, zegt de ongelovig. Ja. Fout. Want God staat achter je. God doet het zelfs regen op jouw land als je ongelovig bent. Hij doet de zon schijnen over jou als je niet in hem gelooft. Ik zeg wel eens tegen ongelovige vrienden. Het maakt voor God niet uit, houdt toch van je. En hij helpt je ook. Hij zou je veel meer willen helpen, maar daartoe heeft hij wel je vrije toestemming nodig. Dus het maakt niet uit dat je niet in hem gelooft hoor, hij wel in jou. Ja, dat heeft een verrassend effect. Want dat zeg ik op basis van deze tekst van Paulus. Hoe anders is de Bijbelse boodschap? 2 Korinthe 5, wat we net gelezen hebben. Daar zegt Paulus allemaal dingen waarvan wij denken dat ze in de toekomst liggen, maar die plaatst die allemaal in het hier en nu van ons leven. Heeft u het gehoord?
zal ze nog eens een paar opnoemen. Hij zegt in vers 14, wij zijn reeds gestorven. Sommigen van jullie zien er ook zo uit. Sorry, die was niet gepland. Maar wat bedoelt hij nou? We zijn reeds gestorven. Wij maar moeite doen om die oude mens te laten sterven, studies erover houden, kijken wat we eraan kunnen doen. Maar wat je ook zou kunnen doen, is geloven dat het gebeurd is. Dat is een bewustzijnsverandering. En elke bewustzijnsverandering in de aha-erlevenissfeer zet je leven op zijn kop. Ja, wist u dat? Een spirituele belevenis heeft de levens van mensen radicaal op zijn kop gezet. En doet het nog steeds. Een spirituele belevenis werkt beter dan gehoorzaamheid aan geboden of je best doen. Dat werkt niet, dat zegt Paulus ook. Dat lukt je toch niet. Die oude mens doden, joh, daar kan je 80 liederen over zingen. 6 keer naar kerk van de Zarene gaan. Super Wesleyaans worden. En van alles aan doen, maar je oude mens gaat rustig mee. Je zou beter tot een aha-erlevenis, een verhoogd bewustzijn kunnen komen, waarbij je iets ontdekt. Wij hebben ontdekt, zegt Paulus, dat die oude mens gestorven is. En we zijn rechtensvrij. Wij zijn reeds gestorven. Vers 16. Wij kennen nu niemand meer naar het vlees, want die is gestorven. Als we naar mensen kijken, dan zien we wel hun neus en we zien hun oren en we zien hun voorhoofd en we zien hun gestalte. En we zeggen, nou Jaap heeft zo'n neus en Marietje heeft zulk haar. En zo kennen we dan iemand. Maar toen Jezus in zijn ware multidimensionele gedaante kwam, uit de multidimensionele werkelijkheid, toen kon hij elke gedaante kiezen die hij wilde. En toen bleek hij herkend te worden, niet op zijn neus en zijn haar en de kleur van zijn huid. Zelfs niet in zijn mannelijkheid, want ook dat telt niet meer. Herkenning op een veel dieper niveau. En dat doen we nu al, als het goed is. We kijken niet naar elkaars inkomen. We kijken niet naar elkaars titels. We kijken niet naar elkaars positie, toch? Tenminste, ik allemaal niet. Ja? En we kijken niet van wat voor karakter hebben, waar we vandaan komen, welk geslacht en wat we doen nu en of we wel nuttig zijn. Wij kijken in elkaar. Ik kijk in je met een soort röntgenblad en ik zie een andere mens, de mens van de toekomst die je al bent. Dat is wat Paulus bedoelt. En daar moet je geen moeite voor doen, dat is religie. Je moet het ook proberen te zien, te mediteren, te beseffen en het bewustzijn tot je door te laten dringen. Dan wordt het zo. Alles uit de toekomst haalt hij naar het hier en nu. We zijn met God verzoend. Er is niks meer tussen. De duivel haat het. En hij hoopt dat je er niks van gelooft. Laat Meendering maar brullen met zijn mooie verhaal. Maandag begint je werk weer. Maandag gillen de kinderen weer. Maandag komen de zorgen weer. Dat is waar, zegt de vijand. Zo is dan, vers 17, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Dat is daar gebeurd. Niet hij is een nieuwe schepping aan het worden. Niet hij zal straks een nieuwe schepping zijn. Het lied net was helemaal verkeerd. Straks, dan zullen we naar goed doen, te verder niet toe. Maar dan zie je hoe het doorgedrongen is in onze kerkliederen. Dat het allemaal straks komt. Ondertussen zitten we hier in de modder. Nee, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Hank. En als je zegt, waarom zien we daar zo weinig van? Want dat zeg ik al meer dan 40 jaar. Dat zit me mateloos dwars. Dan hoop ik ergens maar dat na mijn pensioen dat iedereen het gaat zien. Maar goed. Ja, omdat het grootste gedeelte, zoals Jezus zei, van de gelovigen op die smalle ware weg van het bewustzijn niet wandelen. Zij zitten op de brede weg van de religie. Dat is het grote christendom. Waar iedereen zegt, er is toch iets mis met ons. Er moet toch meer zijn. Waarom worstelen we met die oude mens? Waarom moet ik nog steeds naar de psycholoog en helpt hij me ook goed omdat ik er maar niet mee klaarkom? Waarom word ik voor zo weinig dingen bevrijd? Omdat we het allemaal in de toekomst verwachten. Terwijl het begint met een bewustzijnsverandering. Opeens iets zien en het geloven. En je komt die jungle uit, je gooit je wapens neer. Het enige wat je nog negatief kunt zeggen, heb ik me daar bijna 30 jaar in die jungle voor niks in de constante stressmodus gezeten, zeg. Er waren maar geen vijanden. Ik dacht het alleen maar. Het zat in mijn kop. Zo is dan wie in Christus is. Een nieuwe schepping. We zijn met God verzoend. God was aan het kruis in Christus. De kosmos met zichzelf aan het verzoenen worden zijn. Dat is onze boodschap, zegt Paulus. Voor heel de kosmos en al wat leeft. Op de aarde, boven de aarde, onder de aarde.
dat God aan onze kant staat. Dat we met hem verzoend zijn. Dat we geliefd, intens geliefd zijn. En er niks aan kunnen doen om meer geliefd te zijn. En o, heerlijke genade, er niks aan kunnen doen om niet meer geliefd te zijn. Dat God het met onze levensstijl vaak niet eens is, tuurlijk niet. Dat God het niet eens is met alles wat wij doen, tuurlijk niet. Maar het maakt voor liefde niet uit, toch, ouders? Hou je minder van je kinderen als ze de omgekeerde kant uitgaan? Is dat echt waar? Of ben je niet juist daardoor in conflict omdat je van ze houdt? Liefde heeft niks te maken met levensstijl. Liefde kun je hebben voor je vijanden, zegt God. Ik weet er alles van. Liefde. Je bent verzoend, je bent geliefd. Sommigen baseren erop, en ik zal vast van het internet wel weer iemand krijgen, dus ik voorkom even een hoop antwoorden nu. Ik leer niet de alverzoeningsleer, die bestaat ook. De alverzoeningsleer zegt eigenlijk, ja, er is niks meer nodig, we zijn allemaal verzoend, we gaan allemaal naar de hemel. Paulus zegt duidelijk dat verzoening van twee kanten moet komen. Hij zegt, nu is het aan ons, want je kunt op twee manieren in die jungle blijven zitten. Of niemand vertelt je dat de oorlog voorbij is, of iemand vertelt het je wel, maar je gelooft er geen snars van, je denkt zelfs, het is een truc. Ja, dan blijf je in de jungle. Terwijl de jungle, ja, de jungle is, maar de oorlog is er niet meer. Dus Paulus zegt, wij moeten het de hele kosmos vertellen. Dat ze verzoend zijn. Laat u met God verzoenen. Want je schept, lieve mensen, immers je eigen werkelijkheid. Quantum physica. Die de Bijbel ondersteunt. Wij scheppen onze eigen wereld en werkelijkheid. Ook als je dat niet gelooft. Alleen dan ontglipt het je. Dan gebeurt er van alles met je. Dan overkomen er je zoveel dingen die je niet snapt. Maar als je je bewust bent als christen, dan schep je je eigen werkelijkheid. En die schep je op basis van je beschouwingen, zegt de kwantumfysica. Wij zeggen, op basis van wat je gelooft. Dat is aangetoond in het laboratorium. Dat je je werkelijkheid schept op basis van je beschouwing over die werkelijkheid. Wij zeggen, op basis van je geloof. U geschieden naar uw geloof, zegt Jezus. Je kunt midden in de hemel, lieve mensen, ik zoek naar voorbeelden. Ik vond het volgende voorbeeld, dat vond ik zelf wel leuk, als theaterdominee. Je kunt midden in de hemel toch in de hel leven. Je kunt midden in het paradijs zijn en je zit in de hel. Snap je wat ik bedoel? Zal ik u een voorbeeld geven? In Griekenland, jaren geleden, toen we ons hondje Gabber hadden, van Miep nog gekregen, weet je Gabber nog, leuke beest. Gabber West Highland Terrier, stik eigenwijs zeg, maar goed. En wij zijn in Griekenland in het paradijs. Voor mij is dat het paradijs. En we zaten ook in het paradijs. Alles was paradijselijk. Het weer was paradijselijk. Het eten was paradijselijk. Kobi was paradijselijk. Ik was paradijselijk. Het weer was paradijselijk. De zee was paradijselijk. In het paradijs. Op een gegeven moment zeg ik tegen Kobi, was Gabber? Ik dacht dat hij bij jou was. Nou, dan komt er zo'n gevoel hier. Dat is alleen maar mijn hond. Ik heb daarna, deze gebeurtenis die 10 minuten duurde, gedacht aan ouders die hun kind kwijt zijn. Waar is Marieke? Waar is Jan? Waar is Gabber? Mens, wat een paniek zeg, hier. De brand is los. Kijk, waar is het? Jij zou toch oppassen? Kwaad worden op elkaar nog. Nee, jij zou oppassen. Wij daar lopen, Gabber, Gabber. Nee, we hebben niks gezien. Gabber, Gabber. Duurde 10 minuten, want Gabber zat gewoon achter de camper. Had een gat gegraven, want hij had het warm. En ging vervolgens naar de camper op ons zitten te wachten. En snapte niet waarom wij zo liepen te brullen. Dus na 10 minuten gebruld hebben in de hel, kwamen we terug in het paradijs. De hel is geen omgeving. De hel is geen omgeving, is geen plaats, flauwe onzin is dat. De hel is een situatie in je bewustzijn. Dat verklaart dat David in Psalm 139 zegt, al zou ik vluchten voor u naar de hemel, gij zijt daar, maar zou ik afdalen in Sheol, gij zijt ook daar. In de hel is gewoon God. God is overal. De hel is een bewustzijnstoestand, niet een plaats. En ik dacht aan al die ouders met kinderen. Je zal je kind kwijt. Mensen, wat een paniek, wat een angst. Je kan midden in het beste resort zitten in Turkije of op de Bahama's. Moet je nou niet zitten. Maar in ieder geval in de zon, in een all-inclusive situatie. Alles om je heen is perfect. En je zegt met je vriend in Nederland, we zitten in het paradijs. Zo heet het ook, Paradise Resort. Tot je je kind denkt kwijt te zijn. Het is niet weg. Mama, ik was in het zwembad hoor. Gelukkig ben je even in de hel geweest. Want de hel is een bewustzijnstoestand. Die je zelf schept. En dan zeggen mensen tegen je, je kind is hier. Nee, het is niet waar, het is niet waar. Je hond is hier. Nee, het is niet waar. Want je moet het wel geloven wat iemand zegt. In naam van Christus, laat u met God verzoenen.
als ik u de hand toesteek omdat wij een conflict hebben. En ik zeg, Ank, ik baal van ons conflict hoor. Zo gaat het niet. Wil je me vergeven? Hier is mijn hand. En Ank zegt, nou, ik moet eerst nog even bijkomen. Je hebt me zo kwaad gemaakt, voorlopig niet, ik hoef niet. Dan is het wat mij betreft wel goed. Maar dan heeft Ank nog steeds nare gevoelens naar mij. We zijn niet verzoend. Dat is God, die een bloedende hand uitsteekt naar de hele kosmos. Iedereen. Zelfs de zonen Gods, de Benei Elohim in het universum. Allemaal krijgen ze een bloedende hand. Sommigen pakken hem. Ik denk dat na de dood is de eerste die je tegenkomt, die bloedende hand hoor. Dat is mijn troost bij mensen die het niet geloven. Dan zeggen ze, oh, dat is de et die Jezus bedoelde. Is toch waar? En de et die Jezus bedoelde komt op die mensen af met bloedende handen. Zegt, zal ik je verder helpen in dit duistere dal, door die poort en door die tunnel heen naar het licht? Ja hoor, zeggen ze dan wellicht, maar er zullen er ook zijn. Zeg, ik heb alles in mijn hele leven zelf gedaan, dit doe ik ook zelf. Nou, dan zegt Jezus met de bloedende hand, veel succes. In tranen, veel succes. Kom over een paar eeuwen wel terug om je op te halen. Zo stel ik me dat dan voor. Want verzoening komt van twee kanten. Wij zijn verzoend, zegt God. Wat God betreft is het oké. Zijn er geen zonden meer? En is het goed? Weet u, in Amerika zeggen ze vooral wel eens zo, dat zit in die cultuur. Als iemand dus op, wat zeggen we maar, 2 juli 1960 tot bekering is gekomen, dan zeggen ze vooral in Amerika, ook in onze kerk, on the 2nd of July 1960 I was saved. I got saved on the 2nd of July. Nou, ik snap de bedoeling wel, maar het is hartstikke incorrect. De persoon zegt er op 2 juli ben ik gered en toen heeft God mijn zonde vergeven. Toen ben ik van het rijk der duisternis naar het licht overgegaan. Klopt helemaal niet met deze tekst. Wat hij zou moeten zeggen, het maakt verder niet zoveel uit. Nee, ik was altijd al gered en behouden en mocht bij God zijn. Maar op 2 juli 1960 ben ik ontwaakt, gingen mij de ogen open. Ben ik door het bewustzijn gekomen en ik leefde meteen in het paradijs. Niks is veranderd, de omgeving is nog helemaal hetzelfde. Want het paradijs is geen omgeving. Het is een bewustzijnstoestand die je schept. Niet ik ben gered op die datum. Toen ontdekte ik dat ik gered was. En werd het realiteit. Wat een gevolgen. De gevolgen van wat ik u verkondig hier met Paulus, daar denk ik laatst steeds meer over na, zijn ongekend. En ze verklaren heel wat bijbelteksten. Het feit dat de Bijbel zelf zegt, met geboden kom je nergens. Begin er niet aan, zegt Paulus. Je vlees kan niet eens God gehoorzamen. Dus waarom zou je eraan beginnen? Met het gehoorzaam volgen van voorschriften uit de Bijbel komt alleen een hele nette mens met wie een goed leven is geweest, die komt een eindje. Maar wij, de erbarmelijke, wij komen niet ver. Dat is niet de weg die Wesley zei van het echte christen zijn. Die echte weg heeft met geloof te maken, met bewustzijn. Het feit dat ik weet dat ik geliefd ben. Daarom is het voor mij zo makkelijk om jullie lief te hebben. Ken je dat? Omdat ik hier van binnen een kacheltje heb branden van liefde, is het voor mij haast vanzelfsprekend jullie lief te hebben, zelfs als je lelijk doet. Toch? De liefde die wij voor onze vijanden zelfs mogen hebben, je zou kunnen zeggen moeten hebben, maar het is geen gebod, het is een ontdekking, dat je je vijanden zelfs vergeeft en dat je andere mensen kunt lief hebben als jezelf, dat komt, lieve mensen, omdat je zo ontzettend veel van jezelf houdt. En dat komt van God. Dat is de eerste liefde, zegt de schrijver aan de Efezegemeente. Keer terug naar die eerste liefde. Weet je nog, wie hier kent nog zijn eerste liefde? Ik bedoel, in de vorm van een zij of een hij. Bij mij heette ze Yvonne op de kleuterschool. Hoe heette uw eerste? Denk even aan uw eerste verliefdheid. Wie kan dat even doen? Voor sommigen is dat 180 jaar geleden, dat besef ik. Maar uw eerste verliefdheid. En als uw eerste verliefdheid niet uw huidige partner is, dat vergeeft hij of zij u wel. Denk even, ja. Even, roep even je eerste. Bij mij heet ze Yvonne. Nou, ik kom thuis van de kleuterschool. Nou, jongens, ik kende het. Ik was nog geen christen. Ik wist niks van het geloof. Maar ik wandelde in het paradijs. Oh. Waar de last van een boze buurman. Dat vond ik die boze buurman lief. Zeg, dag boze buurman. En ik, de honden, de katten, de vogels, de bomen, alle mensen. Oh, wat waren de mensen goed en wat was het leven fantastisch. Het kon niet stuk. Ik wandelde in het paradijs. Want een meisje, was verliefd op mij en ik op haar. Yvonne. En ik weet nog dat het liefhebben van andere mensen, zelfs moeilijke mensen zoals de buurman die we hadden, de buurvrouw nog meer toen, dat ging vanzelf. En niemand hoefde mij een cursus te geven, positiever worden. Ed, je moet positief. Ed hoeft helemaal niet. Ed was positief.
Dat komt zomaar van binnenuit als gevolg van... iemand houdt van mij. Mensen, lief zeg. Ja, ja, je moeder houdt ook van jou, maar dit is anders. Ja, ik ben geliefd. Die ontdekking zet je leven op zijn kop. En je kunt vanzelf al die geboden onderhouden. Je hebt geen geboden meer nodig. Joh, je vergeeft iedereen en het leven is mooi en de mensen zijn mooi. Maar nou word je gedumpt. Kent u dat ook nog? De eerste keer dat je gedumpt bent, die herinner ik me ook. Die heette Marjolein. Wat een stomme truttebol. Marjolein. Goh. Als ik nog aan haar denk. Je dumpt mij toch niet? Nou, wel dus na 3 maanden, maar... Nou ja, zegt die boze buurman, is 10 keer erger dan ooit. Je moest niet in mijn buurt komen of je kreeg de volle laag. Ja? En als het erg werd, ramde ik erop los. En mijn moeder zei, wat heb jij? Zei, heb je een hekel aan het leven? Ik haat iedereen, ik pak ze allemaal, ik sla ze kapot en dit en dat. En op school sloeg ik er ook op los. Want ik was gedumpt, ik voelde me even niet geliefd. Toen werd ik christen opeens dacht ik, ik snap het. Want als je geliefd voelen zo van andere mensen afhangt, dan sta je het ene moment boven op de berg en het volgende moment lig je in het dal. Zelfs als je een goed huwelijk bent, want iets wat ik eigenlijk niet wil zeggen, omdat ik er zelf wel eens aan denk, dat je soms genekt kunt worden door je lange goede huwelijk. Sjaak en Riet hebben we het over gehad. We elkaar wel eens aankijken. Zeg, ja, we houden zo van elkaar, we zijn zo lang bij elkaar, als man en vrouw. Stel je voor dat een van ons, ja, moet niet aan denken. Moet niet aan denken. Dus zelfs dat is niet gegarandeerd. Dat je je laatste adem en snik dan die geliefde bij je hebt in dit leven. Er is niks wat mensen betreft gegarandeerd. Daarom zegt de Bijbel, de liefde van God is door de Heilige Geest in onze harten uitgestort. En die is er altijd. Ik voel me altijd geliefd. Ook als je me dumpt. Altijd geliefd. Nou, dan kan ik jou lief hebben. Kan ik je ook vergeven, want ik voel mij vergeven. De meeste mensen die haten, haten zichzelf. Iemand die veroordeelt, veroordeelt constant zichzelf. Als je iemand tegenkomt die haat of die veroordelend is, heb medelijden, bid voor hem of haar, want ze lijden zelf onder veroordeling en haat. Je schept wat je bent. Alles is bewustzijn, alles is geloof, alles is beschouwing. We zijn gered, we zijn vergeven, alles is nieuw. En de Bijbel vertelt wel meer van dit soort teksten hoor. Het is niet alleen hier, maar het zit er vol mee. Kijk met mij naar 1 Johannes 5 vers 13, zomaar een voorbeeld. Dan zegt de apostel, dit heb ik jullie geschreven, dit waren al christenen hoor, kijk maar. Dit heb ik jullie geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven, zeg het eens hardop, hebt. Nee, toch straks bij de dood pas? Nee, je hebt het nu al. En af en toe voel je het ook. Dat mysterieuze gevoel, wat soms komt in de kerk tijdens een lied, maar soms ook tijdens een voetbalwedstrijd in seculiere settingen. Dan voel je dat. Je voelt de eeuwigheid in je. Je hebt het eeuwig leven. Ja? En dat wordt nooit meer weggenomen. Al die angst van gelovigen die ik zo goed ken, en dat is de kracht van de duivel, ja, dat is gewoon liegen. Dat is allemaal niet waar, je wordt die dominee zetten. Dat is allemaal niet waar. Je moet er nog heel veel voor doen. Dat gebeurde meteen als Paulus een gemeente had gestart. Dan ging die verder. Dan kwamen er superapostelen uit Jeruzalem binnen, zo noemt hij ze. En die zeiden, ja, Paulus heeft wel gezegd dat het allemaal oké is hoor. Dat het allemaal verzoend is. Maar je moet wel je zoon nog besnijden. Je moet ook nog kosher eten. En je moet ook nog dit doen en dat doen. En dan gingen ze weer. Want wij zijn zo religieus neurotisch dat het bij ons aanhecht. Het klinkt voor ons zo normaal dat je niet geliefd bent, dat je er veel voor moet doen. Zo hebben onze ouders het ook een beetje gedaan en ook onze leraren. Dus als een prediker zegt, ja, die Ed Meenderink met zijn vrije evangelie, die kerk van Israël, of alles zo makkelijk is, je moet er wel wat voor doen, dan zegt u dat is waarheid, want dat kennen we. Maar het is leugen. De waarheid is dat het geschied is. En dat iedereen die hier voor mij zit, het eeuwige leven heeft. Romeinen 8, als laatste. Let op, lieve mensen. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Want wat de wet niet kon, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat er zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees,
opdat de eis der wet vervulde zou worden niet in Jezus, maar in ons. Die niet naar het vlees wandelen, toch naar de geest. Wij kennen namelijk niemand meer naar het vlees, ook onszelf niet. Wij zijn in de geest. Dus we wandelen ook naar de geest. Niet als een gebod van, oh, we moeten meer naar de geest wandelen. De dominee heeft vanmorgen gezegd dat we meer naar de geest moeten wandelen. Dat we de eis der wet moeten vervullen. Allemaal omkeren. Het is vervuld. En wij zijn in de geest. Bewustzijn veranderen. Zo is er dan nu geen veroordeling meer. Ik heb je gedacht, u hebt een vreselijke misdaad begaan. Stel je voor, u hebt een vreselijke misdaad begaan. U hebt namelijk het verkeerde afval in de verkeerde afvalbak gegooid. Schande. U wordt betrapt en u bent mooi de klos. Zo is er dan nu geen veroordeling van die Christen zijn. Ik krijg een uitnodiging van de rechtbank. Brief van de rechtbank. Officier wist, ja, u bent betrapt bij het storten van het verkeerde afval. Dat kan echt niet, u bent niet milieubewust. Dat is een grote zonde. De rechtbank loopt u uit om maandag te komen om 2:00. U krijgt geen straf en veroordeling, ook geen boete en ook geen zals daarvoor. U mag zo daarna weer naar huis. Wij willen graag met u praten waarom u dat deed. Om toekomstig gedrag te voorkomen. En mocht u daar hulp bij nodig hebben, willen wij die graag geven. Mocht u het te ver lopen vinden omdat u last heeft van uw benen naar de goede, dan willen we misschien u ergens mee helpen, met een karretje of wat dan ook, of brengen dat naar u toe. Wij willen graag op de rechtbank met u praten, zodat we samen komen tot verandering van uw gedrag. Dit, lieve mensen, is exact wat er op de oordeelsdag geschiet. En dit is exact de wijze waarop God nu met u omgaat. Geen veroordeling hoor. Maar ik wil wel met je praten, zegt God. En dat praten kan dan, want een mens die zich veroordeeld voelt, die bang is voor afwijzing, daar kan je niet mee praten. Kent u dat? Die zit constant op zijn hoede. En als iemand niet zeker is of u hem wel of niet afwijst of veroordeelt, dan ben je gewoon in een gevecht. Dan kun je iemand niet vertellen van, joh, past dat gedrag nou aan? Of doe dat nou niet meer of zo? En dat is juist wat God wil. Want God wil niet de zonde vergeven, hoor. God wil gedrag veranderen. En dat kan alleen maar omdat hij gewoon van je houdt. En zegt, ja, straf is er niet. Kom even praten. Straf is er niet. Het heeft allemaal Jezus gedragen. Het is allemaal weggedaan. Eeuwig leven hou je. Maar ik wil graag met jou praten hoe je nou tot het gedrag kwam. Heeft dat iets met je jeugd te maken? Met je vader of met je moeder? Zullen we je dan bij helpen? Ik weet nog een goede psycholoog, zegt God. Kun je heen gaan? Die kan je misschien helpen. Laten we er samen aan werken. Want dat wil ik. Je bent mijn kind. Je bent een nieuwe schepping. Maar straf is er niet meer. Dat is het echte evangelie. Wat ik u met alles in me is graag wil verkondigen. En praktisch, want u zult zeggen, hoe ga ik hier praktisch mee? Ik heb een idee hoe ik het zelf doe. Nou, je kunt een ander alleen maar helpen met hoe je het zelf doet. En anderen kunnen misschien mij helpen, misschien weet u beter. Ik zie dit materiaal voor gebed. Want je gebed is heel belangrijk. Ook dat schept dus iets in de werkelijkheid. Dus je moet oppassen. Denk nou niet dat elk gebed christelijk is. Er is zoiets als fout bidden, zegt Jacobus. Dus er zijn gebeden waar de duivel naar luistert. En die zegt dank je. Dus het gebed van dankzegging, hoe moeilijk het ook is, 's morgens opstaan, 's avonds naar bed gaan, tijd nemen met de Heer en in je binnenkamer waar niemand is en hardop brullen, zeg Heer, ik dank u voor wat Ed allemaal zei vanmorgen. Ik vind het moeilijk, ik zou het wel willen, maar ik dank u dat het zo is. En ik garandeer u, als u dat herhaalt, dat u een keer opstaat en dat het van hier naar daar nederdaalt. Dat staat letterlijk in Spreuken, wat je hardop uitspreekt, keert na verloop van tijd terug in je hart. Uw bewustzijn wordt geprogrammeerd. Door uw uitspraken. Dus u zegt in uw gebed wat u nog niet hebt, maar wel gelooft. Dank u dat het waar is dat ik eeuwig leven heb. Dank u voor wat straks, wat nu al geschonken is. Dank u dat mijn zonden vergeven zijn. Dank u dat ik een nieuwe schepping ben. En hoe meer je het zegt, hoe meer het afdaalt. Het tweede, wat ik zelf gebruik, en anderen voor mij al duizend jaren. Mediteren over dit soort teksten vooral, die ik u gaf. Gewoon zo'n tekst nemen. Zo is er dan geen veroordeling voor Ed Meendering. Geen veroordeling voor Miep Willemsen. Vul je naam maar in. Ja, God had de tijd niet, anders had hij al die namen erin gezet. Geen veroordeling voor Erik Lagemaart. Ja, maar Heer, weet u allemaal wat ik uitspook? Zeg, dacht je dat ik hem iets nieuws vertelde, zegt God. Zegt David niet dat ik alles weet, zelfs voordat je het doet? Maar het verandert niks bij mij. En als je je zonde beleidt, is goed, zegt God, dat helpt jou hoor. Maar je vertelt mij nooit wat nieuws, zegt God. Nooit vertel je me iets nieuws, ik wist het al lang. Maar hield u dan van me? Tuurlijk, zegt God. Niks verandert het. Dus het mediteren over dit soort teksten doet iets. Duizenden zijn u voorgegaan, in je bewustzijn. Want het echte christen zijn is niet gehoorzaamheid aan allemaal regels van de kerk of een boek. Dat werkt alleen maar bij hele gezonde, supergoeie mensen, een beetje. Maar niet bij ons, de zwakken. Het echte christen zijn is antireligieus en komt in religies niet voor. In geen van de 8, 9.
Het is een bewustzijnsverandering. Een verandering in je denken, hoe je het ook wil noemen. Een aha-erlevenis, een ontdekking, zegt Paulus. Opeens zien. En sommige mensen kunnen, met Paulus en John Wesley zelf, jaren in de kerk zitten. Voordat ze het zien. Want in de kerk zitten doet het niet voor je. Je zult de schat zelf moeten zoeken en vinden. Dit is het evangelie. Dat God in Christus de hele kosmos met zichzelf aan het verzoenen worden was. 2000 jaar geleden heeft u eeuwig leven gekregen. Altijd bij God. Amen. Lieve muziekmensen. Ik heb lekker uitgezocht uit de blauwe bundel. Mijn favoriet nummer 20. Welk is dat? Liefde God. Zo'n staande zingen, vind ik zo'n mooi lied. John Wesley, omdat hij dat zelf had ontdekt. Je kent 30 jaar, hij was 36. Theoloog zijn in de kerk van Jezus Christus. Zendeling zijn was hij ook geweest. En toch hier alles missen. Totdat wat hij miste tot hem kwam in Aldersgate Street. Ja, toen stond zijn leven op zijn kop. Heeft hij zijn hele theologie op zijn kop gezet. Alles wat Calvijn hem geleerd had, heeft hij afgewezen. In 5 punten zelfs. Tegen het Calvinisme. En ontdekt dat hij belazerd was.
En dat het evangelie veel rijker was. Maar wat hij toen ging doen was bijzonder. Want daar is een van de grootste opwekkingen, zo niet de grootste in de geschiedenis na het boek Handelingen, ontstaan. Dat Wesley dit ging doen. Dus hij zag dat je in de kerk kunt zitten, gelovig kunt zijn in de Bijbel van kaf tot kaf. En dat deed hij zelf ook. Zonder dat er ook maar iets hier was. Dus hij nodigde mensen uit om die zekerheid van het eeuwig leven. Johannes zegt ook, dit schrijf ik u opdat je het weet, aan te bieden. Hij noemde dat het getuigenis van de Heilige Geest. The witness of the Spirit. Met uw geest. Waardoor wij roepen, Abba, Papa, naar God. Dat is zo vreemd, dat moet de geest doen. Anders is het geforceerd, Papa. Nou, dus John Wesley nodigde mensen uit naar zo'n altaar als hier. En dan zei hij, laat de geest het nu doen. Dat kan hij nu doen, maar dat kan hij ook in de week doen. Of ergens doen, dat je die aanraking krijgt van God. Wij zijn een kerk van aanrakingen. En dat je het mag voelen, mag weten. Dat je eeuwigheid hebt. Dat je geliefd bent. En dat de liefde van God in je hart wordt uitgestort. En dat ook al weet God alles van je, hij houdt van je. U hoort het hier zondag op zondag. Ik kan het prediken tot ik erbij neerval. Maar hoop ik ook te mogen doen trouwens. God het goed vindt. Maar u moet het zelf pakken. Hier. Daarom, als wij naar het altaar komen vanmorgen, mag u voor allerlei redenen komen. Maar ook voor deze. Dan wil ik specifiek voor diegene bidden dat God het u laat weten. Omdat Johannes dat aanbiedt. Dus de muziek mag nog één keer een couplet spelen graag. En dan mag u naar voren doen. Onze Vader, u weet ook precies waarom we hier zijn. Het zij aan dit altaar, het zij op onze plaats. Of we hier zijn voor iets met onszelf of iets voor een ander waar we mee zitten. Dank u dat u hier bent. Mag ik eerst voor degene bidden, Heer, die net als John Wesley echt wel geloven in de dingen van de Bijbel. En zelfs van kaf tot kaf en ook al heel lang misschien christen zijn die ook lief hebben. Maar die zo graag dat in hun ziel, in hun wezen, in hun hart, in hun bewustzijn zouden zien nederdalen. We horen tot een kerk die deze erfenis van Wesley heeft meegenomen. We prediken dit. Dat je zeker mag weten dat je eeuwig leven hebt. En ik bid nu voor jullie dat de Heilige Geest je door het getuigenis van de Geest Gods nu of het komende dagen, de komende tijd, zal laten merken. Mag de witness of the Spirit, het getuigenis van de Heilige Geest, over jullie komen. Mag God het zelf doen, dat je geliefd bent en altijd was. Zoals je bent, met alles wat God van je weet. Zoals je nu bent, dat God, je bent zijn kind. Je bent een nieuwe mens, je hebt eeuwig leven. Je bent verzoend, God is je grootste vriend die achter je staat. Geen reden voor hem om je tegen te werken. Geen reden voor hem om je niet te helpen. Hij vergeeft, hij is verzoend, hij is je vriend, hij is met je. Ik bid het voor al die wetenschappers in de wereld die helaas vaak door een christelijke achtergrond antichristelijk zijn geworden. Die altijd maar denken dat u een God bent die het verstand niet wil, bij wie je sprookjes moet geloven, bij wie je niet in evolutie mag geloven. En al die onzin hebben zij geleerd. Heer, neem dat weg en openbaar en dat u een vriend bent, dat u hen wil helpen, dat u hen ontdekkingen wil schenken. Nieuwe medicijnen, ontdekkingen hoe we naar de sterren kunnen, van alles. Laat het hen zien, Heer. En neem de hardheid weg, want er is geen vijandschap. En dan bid ik, Heer, voor degene die hier komen met iemand op het hart, met wie het niet goed gaat. Ontferm u, Heer, over die persoon. In stilte komen we tot u. En dan zegt u, Heer Jezus, u geschiede naar uw geloof.
Je schept je eigen werkelijkheid met je geloof. Ik kan voor jou doen wat je gelooft. Het zal zo zijn als je gelooft. En meteen roepen wij, Heer Jezus, kom ons ongeloof te hulp. Want de vijand houdt ons in de illusiesfeer, in de modder van deze wereld. Verlicht ons met uw geest en dank u dat u ons gehoord hebt. In de naam van Jezus, in wie God de hele kosmos met zichzelf aan het verzoenen worden was. Halleluja. Amen. Prachtig lied met elkaar zingen. En ik vind het zo'n mooi lied dat ik het eigenlijk niet aan jullie kan uitleggen. Maar het zegt, de Heere is mijn bevrijder. De Heere is mijn bevrijder. Ik ben bevrijd. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Voor ik verdronk in
zette mij weer op vaste grond. De Heer is mijn bevrijder. Ik weet hoe lang de nacht ook duurt. God helpt mij over elke muur. Ik zie al licht aan de horizon. De Heer is mijn bevrijder. Zeg, nieuw, fantastisch mooi lied, de tekst en de melodie.
Nu mag ik u uitnodigen dat wij samen ons geloof mogen bundelen, verbonden met Jezus Christus en God de Vader. Met de oerkracht waarmee het heelal is ontstaan. Opdat het u wel gaat in uw lichaam, in uw ziel, in uw geest. Dus alle die gebed nodig hebben voor zichzelf, voor hun lichaam, voor ziekte, voor de behandeling die u momenteel krijgt misschien, voor de medicijnen die u neemt, voor de artsen die u willen helpen. Dat God die factor versterkt met zichzelf en zijn bovennatuurlijke kracht. Anderen die lijden in hun ziel en daarvoor misschien ook hulp zoeken bij psycholoog is goed. Allemaal geschenken van God. Maar dat God u ook helpt om alles van binnen op orde te krijgen. Ik mag iedereen uitnodigen die voor zichzelf naar voren gaat. Ook de mensen die dus voor iemand anders naar voren gaan die hier niet is. Want ook dat zien we in de evangelie. Hè, dat mensen kwamen die met geloof kwamen voor iemand die ziek thuis was. En terwijl voor de persoon thuis was, waren ze al genezen. Dus dat geeft God ons ook. Hoe dit precies werkt, ik blijf het zeggen, weet ik niet. Jezus heeft niet gezegd, ga en bid voor de zieken. Tot onze frustratie, misschien heeft hij gezegd, ga en maak ze beter. Ga en genees de zieken. Ik zeg steeds, Heer, ik weet nog niet precies hoe u dat bedoelt, maar we gaan het gewoon doen. Ook al zijn wij geen artsen. Ja? Elkaar genezing schenken. Mag u nou uitnodigen naar voren te komen? En er komt zomaar iets in me op. Ja, je moet je ideeën maar volgen. Omdat ik ook zoekende ben. Probeer allemaal bij elkaar te gaan staan. Raak elkaar aan. Ja? Allemaal bij elkaar. Zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Kom maar bij elkaar. Allemaal hier ook bij elkaar staan. Ja? Kom allemaal bij elkaar staan. Beetje dichterbij jullie. Er zit net zo'n afstand ertussen jullie. Zo. Kom maar bij staan. Ja, raak elkaar maar aan. Opdat de energie van God kan vloeien. Ja? En als u uit de gemeente wilt meebidden, hierbij wilt staan voor de mensen, mag ik ook u vragen naar voren te komen, achter deze mensen te gaan staan. U staat wel achter ze, maar misschien ook letterlijk achter ze te gaan staan. Met handoplegging heet dat. Waardoor energie kan vloeien. Vader, ik heb het u eerlijk gezegd, zegt u steeds. Uw zoon heeft ons uitgezonden met de woorden, ga heen, maak al de volkeren tot mijn discipelen, maar ook genees ze. Jacobus zegt, geneest elkaar. Hoe dat precies moet, weten we niet, maar omdat u het zegt, gaan we het gelovig doen. En we weten dat u ons ongeloof te hulp komt, Heer Jezus Christus, op dit moment, zoals ook bij de discipelen destijds, die het niet voor elkaar kregen bij een jongen, geen van de 12. Toen kwam u ze te hulp. Toen ging het nog. Kom ons te hulp, want wij kunnen dit niet zelf. Ik bid voor een ieder die hier voor mij staat, en ook voor de personen die ze nu in hun geest en hun hart hier naar voren hebben gebracht, die er niet zijn. Dat er genezing zal komen. Het zij met behulp van medici, het zij zonder. Maar dat er herstel zal komen, Vader. Wij willen u niets voorschrijven. Alleen maar de kracht die u ons geschonken hebt tegen de duisternis benutten, om tegen de duisternis te zeggen, verlaat deze lichamen in de naam van Jezus Christus. En als het de ziel betreft, Heer, de pijn in de ziel, wat is rotter? Pijn in je lijf of in je ziel? Depressies, moeite, gedrag waar je zelf ook van baalt. Denken misschien wat iedere keer maar weer verkeerde kant uit gaat. Vader, kom in die ziel en werk daar heil uit. Kom in die ziel, Vader, en werk verlossing en vrede uit. Op grond van de overwinning van Jezus Christus, 2000 jaar geleden, over al wat duister is. En diegene die hier niet is, Heer, raak hem of haar nu aan. Raak ons allemaal aan. Als sommigen misschien ook in de zaal ziek zijn en soms zo moeite hebben, wat ik zo snap. Want wij lijden hier verdrukking. Dat weet u alles van. Sterk hen, bemoedig hen. Laat iets gebeuren waardoor ze weer hoop putten. En laat het van u komen. En als allerlaatste, hoe gek het klinkt, hebben wij de zekerheid dat dit leven niet alles is. Maar pas begint als we hier weggaan. Dank u dat u ons verhoord hebt. In Jezus' naam. Amen. Mag ik u een zegen geven, die ik graag geef? Mogen de liefde van God, de genade van Jezus Christus, de kracht en de realiteit van de Heilige Geest met u zijn, tot een dag waarop alles voleindigd zal zijn. Amen. Wij zingen Jezus overwinnaar, klopt dat? Heb ik het goed? Ja. Jezus.
waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Maar boven alle namen hoogt Zijn. Voor eeuwig is U. Naar boven alle namen.
Jezus, overwinnaar. Ik wens u allemaal een hele goede zondag en een gezegende week. En weet dat we zijn een nieuwe schepping in de Heer Jezus. Amen.